Hey, ik ben Paulien en welkom bij Contour. In de vorige aflevering van Bloggers Live Q&A heb ik al een deel van jullie vragen beantwoord. Maar in deze video komen alle andere vragen over bloggen, business of bloggen, volgers krijgen. Alles wat jullie hebben gevraagd komt vandaag aan bod. Tja, ik denk dat iedereen dat een leuke job heeft of een leuke hobby, dat die wel kan aanraden aan iemand anders. De vraag is gewoon of die iemand anders er ook geschikt voor is of dat hij dat ook leuk zou vinden. Dus ja, ik vind bloggen superleuk. Het is mijn job geworden intussen. Maar het is wel iets waar je echt doorzettingsvermogen voor moet hebben. En waar je ook echt tijd en geduld en creativiteit in moet steken. Dus dat zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar als je zoiets hebt van ik wil dat graag doen, ja, why not? Dan ga er gewoon voor, dan probeer het. En als het niet lukt, dan maakt het nu eens echt niet uit. Dat is niet een huis dat je koopt en dat dan ineens een krot blijkt te zijn of zo. Ik bedoel, als het niet lukt, maakt het niet uit. Dan delete het gewoon en je gaat naar het volgende project dat je wilt doen. Dus als je er zin in hebt, go for it. Nee, natuurlijk niet. Dat zou raar zijn. Allee, misschien doen sommige mensen dat wel, ik weet het niet, ik hoop van niet. Nee, alleszins, dus ik krijg natuurlijk inderdaad een aantal producten per week of zo opgestuurd, waarvan dat merk dan denkt, ah, goede match. Maar dat betekent natuurlijk niet automatisch dat ik dan een goede match vind of dat ik vind dat mijn publiek dat interessant gaat vinden. Dus ik maak altijd een heel strenge selectie van wat ik ga brengen, wat er gaat werken, wat de andere mensen leuk gaan vinden. En al de rest, ja, ofwel stuur ik het terug, ofwel geef ik het aan mijn mama of zo. Die is ook altijd wel eens blij met zoiets. Maar nee, ik vind het heel belangrijk om alleen dingen te promoten die ik zelf echt leuk vind, zodat mensen dat ook echt merken als ze op mijn pagina zijn. Van oké, ook al zitten er gesponsorde producten tussen, of ook al zitten er betaalde samenwerkingen tussen, het blijft wel echt Paulien haar stijl en het blijft Paulien haar een blog. En we weten waarvoor dat we komen en we weten ook dat we niet ineens, weet ik veel, een scrub of een afslankthee of zo gaan tegenkomen, want dat is niet waar ik voor sta. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste, want dat is ook de reden waarom dat merken en wij willen samenwerken natuurlijk. Omdat er een duidelijk beeld is waarvoor dat mensen komen kijken. Dus dat vind ik super belangrijk om dat bij te houden. Dus ja, voilà. Ik zou niet weten waar ik anders over zou moeten bloggen. Eigenlijk, ik weet niet. Dat is heel natuurlijk gekomen. Maar dat was ook hetgeen dat ik las. Dus toen ik 16 was, begon ik zo Amerikaanse blogs te lezen. Zo Carla's Closet en zo. En Natalie of Duty las ik allemaal. En ja, ik vond het gewoon super tof wat zij deden. Dus ik dacht, ja, dat wil ik ook doen. En omdat ik dan als model op mijn 16 jaar ook begon te werken, ja, die logische stap met kleren, dat was eigenlijk heel snel gemaakt. Ook al waren mijn outfits toen niet echt om over naar huis te schrijven. Toch had ik zoiets van, ja, die outfits tonen en andere outfits checken, en ja, dat sprak mij super hard aan. Dus dat ging heel natuurlijk, ik heb daar totaal niet over nagedacht. Ik las ook geen andere blogs of zo, dat is niet dat ik blogs over katten of zo lees. Als er iemand een goede blog weet over katten, mag je wel doorsturen. Ik vind persoonlijk dat Instagram zelf meer en meer focus legt op volgers en dat vind ik heel jammer. Ja, dat is waar, hè. Ja. Dat is het eerste wat je vraagt als je voor een samenwerking of zo, hoeveel volgers heeft hij? Je baseert zo alles op dat getalletje dat er van boven staat en dat is echt belachelijk, want het gaat natuurlijk over wat het er verschijnt in plaats van hoeveel volgers dat er zijn. Hetgeen dat je waar je doorscrollt en hetgeen dat je ziet, is hetgeen wat het belangrijkste is natuurlijk. Dus ik vind dat heel jammer. Nu, ik merk wel een klein beetje een tegenbeweging, moet ik zeggen. Dat er meer met zo micro-influencers, noemen ze dat dan blijkbaar, gewerkt wordt. Dus mensen die minder dan 5000 volgers hebben of zo. Dus een redelijk klein bereik hebben tegenover ja, bloggers van 500.000 volgers. Daar wordt meer en meer weer samengewerkt, omdat dan, ja,
die volgers die er zijn, die weinige volgers, dat zijn allemaal echte volgers. Dat zijn echte mensen die dat echt willen weten wat er gebeurt op dat account. En dat is het meest waardevolle dat er voor een merk is. Want bij die 500.000 andere volgers van die andere grote blogger zitten er evengoed, ik weet het niet, een hoop mannen dat komen kijken of tienermeisjes, terwijl dat het focus net op een luxe product ligt. Dus die match is veel minder duidelijk, want het is veel moeilijker te bepalen wie al die mensen zijn. Dus bij kleinere bloggers is dat tegenwoordig gewoon veel interessanter om daarop in te spelen. Dus dat vind ik wel, ik vind dat een goede tegenbeweging, ik vind dat heel leuk. En ik merk dat zelf ook bij mijn, ik zeg altijd maar 60.000 volgers, tegenover al die grote, dat dat eigenlijk niet uitmaakt. Want overal waar ik kom, op samenwerking of op events, ben ik altijd zo de kleinste. Maar nobody cares, want we worden gewoon evenwaardig geboekt voor een evenwaardige content dat wij maken. Dus ik hoop dat dat de lijn is waarin het gaat verder gaan en niet die andere kant op gaat, wat ook een dreiging is of zo. Maar let's pray for good content. Tricky question. De eerste reactie is natuurlijk, dat is niet oké. Maar ik zal eerst beginnen met te zeggen dat ik het in sommige gevallen wel snap of zo. Ik kan mij inbeelden dat je graag bijvoorbeeld een headstart wilt. Dat als je bijvoorbeeld rond de 8000 volgers of zo zit en je hebt zoiets van, ik wil echt over die 10 gaan om dan echt te kunnen beginnen, omdat je dan echt een relevant getal of zo hebt. Dus ik snap de redenering wel, maar ik vind niet dat je dat moet doen, want dan zet je alleen maar jezelf en alle merken waar je mee wilt samenwerkingen voor de gek aan het houden. Ja, want je zegt, ik heb die volgers en je betaalt mij bijvoorbeeld voor al die volgers te bereiken, maar die volgers zijn er helemaal niet, die bestaan niet. Dus dat is gewoon, dat heeft totaal geen zin en geen nut. Dus ik vind dat heel jammer, ik vind dat echt heel spijtig. Ik vind het heel goed dat Instagram cleanups doet, af en toe. Omdat dat gewoon, ja, je wilt toch dat die mensen, dat elke persoon dat je volgt, dat die echt is en dat die je interessant vindt. Je wilt toch niet dat daar zo robots uit India of zo tussen zitten. Allee, ja, ik snap dat het, als je echt graag zo content maakt, dat echt graag blogt en Instagram dingen uitwerkt, snap ik niet dat je dat zou doen, dat je dat leuk vindt. Ja, ik kan er niet helemaal bij. Misschien dat iemand anders een andere mening over heeft, maar vertel het mij zeker, want ik wil, het is wel een interessante discussie, sowieso. Ja, heel veel. Zoals met elk business of elk project dat je onderneemt, is er natuurlijk gewoon een etikette, een normale manier van omgaan met elkaar. Dus, en ook in een samenwerking tussen een blogger en een merk. Dus als er iemand u vraagt om iets te promoten, ook al is dat betaald, ook al is dat niet betaald, dan zorg je natuurlijk voor dat dat correct gebeurt. Het is denk ik heel belangrijk om duidelijke afspraken te stellen. Dus op voorhand. Ik vraag altijd persoonlijk, wie doet er nog mee? Welke andere bloggers zijn er nog involved in het project? Over welk product gaat het precies? Mag ik het zelf kiezen? Mag ik het zelf stylen? Wat is de deadline? Want ja, als daar in één keer verwarring over ontstaat en jij bent niet voorbereid of weet ik veel wat, dat is vervelend. Is er een budget? Wat is het budget? En dan, wat zijn exact de verwachtingen van de klant? Dus wat willen ze zien op het beeld? Wat moet er in beeld komen? Wat mag er niet in beeld komen? Welke hashtags, welke tags moeten erbij komen? Moet dat gedeeld nog worden op een ander social media kanaal? Dus echt heel precies alles uitlijnen, zodat er gewoon achteraf geen discussie mogelijk is van, oh, maar wij hadden dat verwacht of wij hadden dat gedacht. Dat vind ik altijd heel belangrijk. En wat ik persoonlijk ook altijd doe, ja, ik vind het gewoon leuk om achteraf ook even te checken van, waren jullie tevreden bij de samenwerking? Of hoe zien jullie het volgende keer? Of wat kan er beter? Om gewoon toch even die feedback te hebben en ook om aan de klant duidelijk te maken dat je er serieus mee bezig bent. Zelf doe ik ook vaak een extraatje. Dus eigenlijk, als we dat hebben afgesproken, maar ik vind het superleuk, wat dat meestal het geval is, want ik neem alleen dingen aan die ik heel leuk vind. Dan ja, dat is niet omdat ze mij drie keer iets laten posten, dat ik dat daarna niet meer kan posten. Dus als het een mooie handtas is en ik blijf die dragen, ja, dan blijf ik hen ook taggen en dat is dan gratis reclame voor hen. Maar ik vind dat niet meer dan normaal om gewoon, als je een goede verstandhouding met elkaar hebt, dan kan dat gewoon zoiets. Dan mocht je wel eens een extraatje doen en dan zul je merken
merken. Dat brands daar ook echt heel blij mee zijn en dat ze in de toekomst meer mee willen samenwerken, want ze weten dat er een goede match is en dat er een natuurlijke flow is van beide kanten. Voilà. Zo, dat was deel 2 van onze Bloggers Live Q&A. Nu, ik heb heel veel persoonlijke vragen ook binnengekregen. Dus andere vragen met andere onderwerpen. Misschien moeten we daar nog een Q&A voor doen. Dus laat mij weten in de comments wat je nog zou willen weten van mij. En dan kunnen we daar misschien een video van maken. Abonneer je zeker op ons kanaal voor alle volgende video's. En geef een thumbs up als je het een leuke video vond. Bye!